mensen, dit is weer zover. Het is weer zover. Ik heb Weekly gemaakt. Ik heb heel veel SBC's. En we gaan ervan een team maken en daarmee spelen. En als ik verlies, dan discard ik mijn hele team. Yeah! Doe zeker een duimpje op deze video. We gaan heel snel door de packies heen, want de packies maken niet uit. Een motorkaartje? Wat moet ik nou met een motorkaartje? Oké, kom maar. Muriel. Koscielny. Oké, deze eerste twee zijn niet heel goed. Ik moet trouwens wel een klein beetje aan chemistry denken, nu ik er zo over nadenk. Trouwens, mensen, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker, ik kan hier beneden. En dan heb je de hoogte van heerlijk, leuke, lekkere smekkel video. Ik ga dit weekend een heerlijke challenge opnemen, mensen. En daar komt een video over na. Dat wordt echt smullen. In ieder geval, wat ik dus zei, ik heb 26 pakketjes. Waarvan dus allemaal deze. Die zijn goed. 200 kamers ook. En heel veel van deze 281 reden. Eerst deze 35 kamers. Die zijn namelijk toch slecht. Kutpacks. Wow. Tuurlijk geen walkout. Nee, ik zou zo'n walkout krijgen in zo'n pack. Nog één. Oké, een walkout. What the fuck. Geef mij een paarse. Ah, jammer. Dat is een paarse kaart. Zo'n Back to the Future. Oh. What the fuck. Man. Oh mijn god. Ik moet hem discarden als ik verlies. What the fuck. Holy shit. Dit is nice. Ik heb gewoon release, man. Hij is wel untradeable. Maar holy shit. Dit is ziek nice. Even niet verliezen, man. Als ik verlies, dan ga ik mezelf echt haten voor de rest van mijn leven gewoon. Oké. 100 kpx, mensen. Daar komt hij, de allereerste. Let's go. Daar komt het allereerste 100 kpx. Kom op. Geen walkout. Oh, ik haat mijn leven. Oh, wat slecht. Oké, wel aardige spelers. Je zult vragen, Koen, hoe kan dat je al deze spelers niet meer hebt? Ja, ik heb dus net al die SBC's gedaan. Leuk. Laatste 100 kpx, geef mij een walkout. Kom op met die walkout. Kom op dan. Wow. Oh, god, wat slecht. Wat een enorm slechte weekly reward. Oké, ik heb nog 23 van deze. Hier gaan we heel snel doorheen. Jullie zien alleen de highlight. Oh, ik krijg Vidal. Dat is wel lekker. Supergoed. Wauw, yeah. Echt voor iedereen die mij heeft aangeraden om deze packs te doen. Dankjewel. Voor het leuk van mijn tijd. Jezus, zijn ze slecht. Oh mijn god. Ik heb nu een blad voor mijn mond. Hey, yes! In vorm! Diego, best goede stat. Oké, die gebruik ik wel met teampje. Ik ga eens even kijken wat mijn team nu is. Mensen, wat een teampje heb ik er weer van gesmeed. Het is echt ongekend. Moet je even zien. Van een wereldteam. Jezus. En hiermee moeten we dus een potje winnen. Want ik wil die Griezmann toch niet kwijt. Die vind ik wel jammer. Ik vind het heerlijk om een first owner clean Griezmann te hebben. Mensen, voordat we doorgaan met de video, heb ik wat leuks voor jullie. Het gaat over een app die ik de laatste tijd speel. Het heet Hustle Castle. Waar het om gaat. Je kan je eigen kasteel bouwen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Je moet uiteindelijk zo groot mogelijk kasteel bouwen. Zodat je vroeger deed met kleine blokjes. Maar nu. In het echt. Ja, lekker zeg. De leukste kamer, want je kan dus verschillende soorten kamers bouwen, is deze. Want die kan je bouwen en dan kan je doen dat zij seks gaan hebben. En nu wordt zij zwanger en krijgt ze een baby. Als ik nu op klik, dan een baby. Kijk nou, ongekend. Yes, de baby heet Koen. Lekker zeg. Wil je het spel nou ook spelen en misschien wel mij tegenkomen in de game? Dat kan. Kijk dan in de beschrijving, daar staat namelijk een linkie. En als je er alles volgt wat daar staat, krijg je 250 diamant en 3500 gold. Kijk even in de beschrijving. Kijk en klikken. We gaan voor je single match doen en hopelijk krijg je het voor elkaar om te winnen. Ik ben helaas niet zo goed. Dat is natuurlijk een geintje. Ik moet zeggen, best wel een aardig team. Wow! Oh mijn god. Hij heeft wel die Pepe, die rechtsbuiten, die is wel goed. Waarom heeft hij trouwens Locadia op het linker centrum? Dat snap ik niet helemaal. Maar mensen, dit mag natuurlijk geen enkel probleem zijn. Voor de DNP Master. Doe een duimpje omhoog als je denkt dat ik ga winnen. En dat ik mijn team mag houden. Yes! Ik speel niet met instructies en zo, want dat heb ik niet nodig. Professioneel gamer. Die Golovin, die was echt goed op het WK. Hè? En nu speelde hij bij Monaco toch? Die zijn nu 18 of zo. Fantastic career step. Jongen, echt wat een redding, jongen. Ik word helemaal weggetikt. Helemaal schil getikt. Nee. Klote! Waarom kan deze gast FIFA? De team is van. Ik moet echt concentreren. Ik wil niet meer Griezmann discarden. Deze gast klikt ook niet door. Daar krijg je toch ook herpes van. Klik door! Het team voelt ook zo traag. Gewoon elke speler voelt traag. Het is echt niet normaal. Ik denk alsof mijn team niet wil rennen of zo. Wow! Oh mijn god. Via het hoofd van mijn speler. Ik spring niet met de muur. Via het hoofd. Ik had hem anders 100% gehad, want ik liep gewoon met mijn keeper die kant op. Goed spel! Oh nee, het ging via twee spelers. Ding, 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 ding. Lekker. Nee, maar dat is fijn. Griezmann, goal. Ja, lekker. 2-1, 2-1, net voor rust. Lekker. En daarom wil ik hem niet discarden, want Griezmann is fucking goed. Macho! Kloten. Hey, ik word er gewoon neergelegd. Hoe is dat nog geen overtreding, man, Guzubuyu? Goed. Tuurlijk ben ik hier tussen, tuurlijk niet. Nee, tuurlijk. Oh, mijn god. Wat een stats heeft die gast ook. En ik heb nog nooit van hem gehoord, gewoon. Gadver. Wat een vervelende tegenstander. Koscielny in mijn corner. Koscielny. Wat? Oh. Ik moet zeggen, mensen, ik krijg vaak de vraag van Koen. Felipe Anderson, linksback, raad je het aan? Nee. Ja, dit is een overtreding. Nee. Goed dit. Het is afgelopen. Kut, gast. Griezmann, dat is echt letterlijk mijn beste reward de afgelopen 5 weken of zo. Ik heb discarden. Ah, ik had ook echt wel kunnen winnen, maar het team speelt echt heel slecht. Ik ga het even versnellen, anders duurt het heel lang. Maar ik kan het ook niet uitkijken. Dan gaan jullie zeggen, je hebt ze niet gediscard. En ook het bankje uiteraard. Griezmann, best wel veel coins waard. Kan hem niet verkopen, dus dat dan is dan wel weer beter. Ah. Goodbye, my
Mensen, ik heb slecht gespeeld. En ik heb de terechte punishment gekregen. Oké, helaas. Mensen, ik hoop jullie te zien bij de volgende video. Ik ga even houden in een hoekje. En zie ik je bij de volgende video.